سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيست برودس أزوسس إن لله وإن إليه راجعون Bij tijd en herinnering natuurlijk, als eerste naar mezelf en de rest van de moslimgemeenschap, jong en oud. Subhanallah, het is een lopende band. Je hebt net gezien, we hebben iemand begraven, Sandrover, ligt onder de grond. En we gaan door om weer anderen op te halen. Subhanallah, het is net of je een nummertje trekt bij de gemeente. Je weet als je naar de gemeente gaat. Moet je een nummertje trekken, dan moet je op je beurt wachten. En zo is het ook met de dood, subhanallah. We hebben allemaal een nummertje getrokken. En we wachten op onze dag, subhanallah. Zoals de broeders en zussen die ons voor zijn gegaan. We hebben net iemand begraven, de volgende opgehaald. Begraven, de volgende ophalen. Begraven, de volgende ophalen. Lopende band. En zo gaat het dagelijks, subhanallah. Mijn advies, broeders en zusters, of mijn waarschuwing, vooral de jongeren die te licht denken over de dood, want ik heb genoeg tijd, dat zeggen we vaak, ik heb genoeg tijd om te gaan chillen, om foute dingen te gaan doen. Ik heb genoeg tijd om drugs te verkopen. Barouw komt later wel. Ik kan jullie zeggen, beste broeders en zusters, subhanallah, dat we de afgelopen weken veel jongeren hebben gedaan. Veel jongeren. Dit verhalen die ik nu naar buiten breng, zijn geen fabeltjes. Het zijn geen films die gespeeld zijn. Nee, dit zijn waar gebeurde verhalen die ik persoonlijk zelf heb meegemaakt. Zoals vorige week. Komt hier een vader. Die heeft ons gebeld, komt hier een vader. Zijn zoon is overleden, 23 jaar rahimallah. Zoals vele jongeren in een kamer PlayStation spelen. En dat de vader opstaat met Fajr en bidt en denkt, hij ziet de licht van de kamer nog aan van zijn zoon. En dan kan hij PlayStation aan het spelen. 1:00 PM ziet de licht van de kamer nog steeds aan. Is hij niet gewend? Gaat naar binnen, wil zijn zoon wakker maken, rahimallah. Niet ziek, nooit ziek geweest. In de bloei van zijn leven, subhanallah. En gisteren ook belde een broeder me op. Een bekende broeder, ik ga geen namen noemen. In de kickboxwereld. Zijn vriend die ook kickboksen doet. Ook in zijn slaap overleden. Zijn moeder is hem wakker gaan maken. Heen gegaan. In de bloei van zijn leven ook. Masha'Allah, een kickboxer. Gespierd. Waar? Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Meisje vorige week, 18 jaar, in de bloei van haar leven. Meisje, 18 jaar, ook heen gegaan. 16 jaar, heen gegaan. En zo kan ik doorgaan. Zo kan ik doorgaan, beste broeders en zusters. Barakallahu fikum. Wij vertellen jullie dit om jullie te herinneren aan de dood. Om jullie wakker te schudden, subhanallah. Dat is wat wij proberen te doen, barakallahu fikum. Pak je gebed op. Jij die niet bidt, pak je gebed op en begin met jouw gebed. Want dat is als eerste waar je je verantwoordelijkheid moet afleggen. Dat is ook waar je naar gevraagd zal worden. Heb je gebeden? Als jij niet hebt gebeden, wat ga je zeggen als subhanallah? En de influencers, de muzikanten, de islamitische muzikanten. Die jongeren een slechte voorbeeld geven. Met muziek, met blote vrouwen en ga zo maar door. Heb je gezien deze broeder net? Begraven, zand erover. Onder de grond nu. En dan vraag ik me af, o muzikant, o rapper, o influencer. Die met het slechte bezig is. Wat ga jij nu zeggen tegen Allah subhanahu wa ta'ala? Wat
heb jij achtergelaten in het wereldse leven. Je hebt net gezien, een broeder is net begraven. We hebben hem net begraven. Zand eroverheen. Je neemt je daden mee. Je neemt je goede daden en slechte daden mee. Wat ga je nu tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? En wat ga je nu doen? Die video's die je hebt achtergelaten. Op YouTube. Muziek, rappen. Onzin. Allerlei onzinverkondigingen. Je ligt nu in je graf. Stel je voor, hè? Stel je voor, broeder of zussen, jij bent het nu. Jij bent diegene die nu in het graf gaat. Maar er zal een dag komen dat je daar gaat liggen. Bereid je maar voor. Bereid je maar voor dat er een dag zal komen dat jij ook daarin zal liggen en dat dit gaat gebeuren. En bij hoeveel is dit gebeurd? Die muzikanten waren, hè? Die verdorven dingen lieten zien en nu in hun graven liggen. En op YouTube filmpjes draaien mensen nog steeds jouw muziek, subhanallah, terwijl jij in je graf ligt. Je wordt elke dag vernederd in jouw graf als mensen jouw muziek draaien in het wereldse leven. Je hebt geen berouw getoond, helemaal niks. Je bent plotseling dood gegaan, zoals deze broeders en zusters die plotseling dood zijn gegaan in hun slaap, subhanallah. Dat kan jou ook overkomen, o muzikant. En dan lig je in je graf. En jouw YouTube-filmpjes worden nog steeds gedraaid in het wereldse leven terwijl jij in je graf ligt. Geloof mij maar dat je bestraffing van bestraffing, bestraffing naar achter elkaar krijgt, subhanallah. Je zal vernederd worden in jouw graf. Je zal vernederd worden in jouw graf. Iedereen is jou vergeten. Je stelt niks meer voor. Mensen zullen jouw muziek draaien omdat ze jou vergeten zijn wat er op dat moment in jouw graf gebeurt. Elke keer wanneer muziek wordt gedraaid, krijg jij die bestraffing. Dus je neemt niet alleen maar goede daden mee als je goed bent geweest in het wereldsleven. De mensen die slecht zijn geweest, nemen hun slechte daden mee. Wij zijn gewend om te zeggen, als je in je graf, als je sadaka doet, als je goede daden doet, neem je dat mee in je graf. Dat zul je vinden in jouw graf. Slechte daden ook. Slechte daden zul je ook in je graf vinden. Maar dan zul je keer op keer vernederd worden, subhanallah. En het is onbeschrijfelijk, ja, wat er gebeurt in het graf, subhanallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als wij wisten wat in de graf zou gebeuren, zouden we uit angst onze familieleden niet eens begraven, subhanallah. Als wij wisten wat in de graven gebeuren, dan zouden wij uit angst onze familieleden niet begraven, subhanallah. Ken je nagaan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om af te sluiten, heeft ook gezegd, ik heb geen engere plek in het wereldse leven gekend. Ik heb geen engere plek in het wereldse leven gekend dan het graf. Kijk hoe bang, subhanallah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam was voor het graf. En hij was een profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Was de beste man op aarde die ooit heeft geleefd. En alsnog zei hij, er is geen engere plek op aarde dan het graf. Geen inshallah, ik ga hier bij Allah. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeders en zusters die al heen zijn gegaan, om hun zondes te wissen, hun graven te verruimen, hun graven te verlichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hun het hoogste rang van het paradijs te laten binnentreden. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hun familieleden sabr te geven en kracht te geven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden en ons te vergeten. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. وإنا إليه راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل